Nou, kom mee, Wendy. We gaan. Waar gaan we naartoe? Naar Fantasieland. Fantasieland? Peter neemt ons mee. Ons? Ja, natuurlijk. Ik kan niet meegaan zonder Michiel en Jan. Oh, ik heb best zin in een vechtpartij met echte boekaniers. Ja, en met echte piraten ook. Nou, oké. Maar jullie doen wat ik zeg. Ai, 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 sir. Ik ook. Maar Peter, hoe kom je in Fantasieland? We vliegen natuurlijk. Vliegen? Er is niks aan. Je hoeft alleen maar even... Hé, dat is raar. Wat is er? Weet je het niet? Natuurlijk. Ik heb er alleen nog nooit over nagedacht. Wacht, ik weet het. Je denkt aan een prettig moment. Aan een prettig moment? Zoiets als Sinterklaas? Kerstbomen? Sneeuw? Ja, kijk naar mij. Daar gaat hij. Er is echt niks aan. Hij kan vliegen. Hij kan vliegen. Hij vliegert. En nu jullie. Een zeemermin, daar denk ik aan. Oh, die zwemt onder de volle maan. Ik denk aan een piratenschat. Een indiaan op het oorlogspad. Allemaal tegelijk, ja? 1, 2, 3. Dat was niks. Wat is dat nou met jullie? Je moet meer zelfvertrouwen hebben. Oh, en nog iets anders. Stof. Stof? Stof? Ja, yep. Gewoon een beetje elfenstof. Nou, denk aan een prettig moment. Daar krijg je vleugels van. We proberen het nog een keer. Hé, ik ben er alweer. Oh, ik val. Oh, het lukt. We vliegen. Jullie kunnen. Ik vlieg. Kom mee allemaal. Daar gaan we. Naar Fantasieland. Denk aan een grappig moment. Gekke mensen die je kent. Denken waar je veel om geeft, dingen die je hebt beleefd, hoe door je op je bent. En je zweeft, en je zweeft, en je zweeft. Vliegen komt vaak onverwacht, vleugels groeien als je lacht. Zomaar in een wijde bocht, schiet je als een pijl omhoog, als vuurwerk in de lach. En je zweeft, en je zweeft, en je zweeft. En dan rechtdoor tot het ochtend wordt. And you say, 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 and you say